Timber Art Studio in Mungo krijgt een grote opknapbeurt. De studio, die ruim 2 jaren niet is gebruikt, wordt opgeschoond, gerehabiliteerd en verruimd. Dat zegt de voorzitter van Stichting Kibi, Marcel Pinas. Ook de kunstwereld heeft enorm geleden onder de coronacrisis. Nu de maatregelen zijn versoepeld, hoopt Pinas dat er weer licht in de tunnel is voor jonge kunstenaars in zijn district. Dus in principe op een gegeven moment in 2019 hadden we een probleem met de vorige regering. Moesten we ruiten als een deel van de tentoonstelling ontruimen. Op een gegeven moment hebben we een rechtszaak ervan gemaakt. En van de rechter mochten we doorgaan. En de rechter heeft toen ook de werkzaamheden stopgezet. Daarna kwam de COVID, weet je, en konden we ook niet verder. We zijn nu bezig, er moet nog uitspraak komen. Dus daarop wachten we eigenlijk. Maar in principe, als er geen COVID was, gingen we gewoon door. Dus, maar ik denk, we zijn nu begonnen met opknappen, dus ik denk over 2 weken, 3 weken. Gaan de studio weer open, recording studio, rehearsal studio. Kunnen jongeren gebruik maken van het podium. Weet je natuurlijk de protocollen van de COVID in acht nemen. Pinas zegt dat vooral de jonge kunstenaars motivatie en inspiratie nodig hebben. De kunstenaar die ook de organisator is van het Mungo Festival wil van Marowene een kunstdistrict maken. Maar we kunnen niet stil blijven. Want als je kijkt naar de jeugd, ze hebben alternatieven nodig, ze hebben mogelijkheden nodig. En wij zijn er eigenlijk om die possibilities aan hun voor te houden. Op een beurt, dat kost ook natuurlijk geld. Wie ondersteunt u allemaal? Ik heb natuurlijk mijn eigen werk. Zoals je weet, ik ben beeldenkunstenaar. Ik verkoop af en toe een schilderij. En er zijn ook verschillende donoren die het proces ondersteunen. Recent cultuur, nu weer cultuur, directoraat cultuur, liever ook een bijdrage. Daarna heb je verschillende organisaties uit het buitenland, Prins Klaus Fonds, Mondriaan Fonds, die het proces ondersteunen. En niet te vergeten, we hebben ook een heel interessante netwerk van mensen om me heen die het proces ondersteunen. Adviezen, maar ook daadwerkelijk een bijdrage leveren. En dat was dus kunstenaar Marcel Pinas. Hij is voorzitter van de Stichting Kibi. Ook het oud Suralco ziekenhuis, dat als museum dient, krijgt een opknapbeurt. Hier worden kinderen die interesse hebben voor kunst en cultuur opgevangen en begeleid.